Harry, goedemiddag. 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 Gisteren dus gewonnen met de 29-28 van Passetti, net de nummer 3. Jullie zijn zelf de nummer 2. En was ik nodig om überhaupt nog kampioen te kunnen worden in die hoofdklasse B. Hoe gingen jullie van tevoren die wedstrijd in? Nou, we gingen erin gewoon om lekker te spelen. Zo gaan we er altijd in. We willen gewoon een lekkere partij handbal spelen. En dan deze keer toch een beetje gekozen gewoon om lekker ontspannen te gaan spelen. Gewoon op zijn eigen spel. En dan voor de rest... Ja, we hebben het toch niet zelf in de hand. Dus voor de rest willen we gewoon lekker spelen. En we wilden wel graag die tweede plek houden. Dus die spanning zat er dan op. Maar voor de rest was gewoon volgens mij een goede wedstrijd van onze kant. Ja, kun je ons een beetje meenemen hoe die in die wedstrijd verliep gisteren? Ja, nou, we begonnen eigenlijk wat slordig. Dat viel onnodig balverlies. We kwamen met 2-0 achter. Op een gegeven moment is het toch 4-4. Vanaf dat moment was het eigenlijk stuivertje wisselen, zeg maar, om en om. In ieder geval het score verloop om en om. Alleen tegen het einde de rust was 14-12 voor ons. In de rust toch wel op een paar dingetjes geweest. In ieder geval dat we wat minder balvlies moesten hebben en in de verdediging wat attenter moesten zijn. Na de rust begonnen we in ieder geval hartstikke goed. We liepen eigenlijk weg naar 22-17 eigenlijk. Nou, vanaf dat moment was het eigenlijk een beetje, schoorden hun vier keer achter elkaar. Dus werd het weer 22-21. Dus kwamen ze weer dichterbij. Nou, dat was eigenlijk weer hetzelfde van eigenlijk om en om weer scoren. Dus het was wel een spannende strijd. Maar ik zie zelfs nog eens het 26-26, dus dan kun je nagaan dat was een beetje op het einde. Alleen wij trokken hem over de streep de laatste minuten, dus toen ik bleef in eten. Ja. Wanneer was het moment dat, was het toch nog 28-28 daarvoor of stonden jullie toen op de auto? Ja, was het ook nog 28-28, dus wij maken die laatste. Kregen we in de laatste minuut van, of de laatste 40 seconden, kregen we nog een 7 meter. Die misten we, dus hadden we nog één aanval. Hun schoot ook over, dus toen was het wel klaar. Dus ik persoonlijk denk dat we terecht gewonnen hebben. We maken ons eigenlijk zelf onnodig spannend. En dat is het enige wat we dan. Waar je dan wat kritisch op kunt zijn, maar gewoon qua instelling en qua handbal. Ja, was gewoon goed voor elkaar. We hebben iets meer stijf in de lijn. Ik vond dat we de laatste weken wat minder handbalden. En daar had soms onze reden. Dat denk ik vooral in de blessure prikkelen. En dan zijn we toch gisteren wel echt wel weer de stijf in de lijn ingegaan. Dus allemaal prima. Ja. En hoe was die slotfase dan? Waren de speelsters vooral heel erg zenuwachtig of waren ze heel erg overgeconcentreerd op het eind? Ik denk een beetje overgeconcentreerd misschien. En misschien wat moe. Dat speelt ook allemaal mee op in zo'n wedstrijd. Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor Pacelli natuurlijk. De spanning stond er daar. Hun wilden ook graag winnen volgens mij, want ze wilden ook graag tweede worden. Dus dus die hadden wij dan op dat moment misschien geluk met iets meer aan het kamer. Alhoewel ik wel vond dat we op dat moment best wel goed stonden te verdedigen. Dus dat was ons, voor ons in ieder geval wel een goed ding. Ja. Ja, het lijkt niet echt meer waarschijnlijk, want jullie kunnen natuurlijk nog kampioen worden. 5 punten hebben jullie dus nu achterstand op Broekland. Met al 3 wedstrijden te gaan. En jullie hebben nog een relatief makkelijk programma. Denk je dat je nog die 6 punten kunt pakken in die laatste 3 wedstrijden? Nou, wij gaan in ieder geval voor die 6 punten. Dat is sowieso. Dat proberen we. We willen gewoon zo goed mogelijk afsluiten met elkaar. Je moet gewoon reëel zijn. Broekland heeft ook niet de juiste volgende week kan. We zijn al moeilijk met en dan hebben ze ook wat twee. Ook relatief wat makkelijke teams. Dus die zullen vast nog wel die ene punt die ze nodig hebben, die halen ze nog wel. Mm-hmm. En dan is het gewoon klaar. En dan is het ook gewoon terecht. Over het hele seizoen bekeken, in ieder geval de stabielste ploeg waren en gewoon de meeste punten halen. Dus dan ben je terecht kampioen. Dus, daar is dan geen discussie over mogelijk. Nee. En als jullie tweede worden, hè, krijgen jullie dan een soort van nacompetitie of hoe gaat dat verder? Of promoveren jullie dan zelfs nog? Ik weet het eigenlijk niet, omdat ik toch dat weet.
Maar volgens mij is het wel zo dat Willem II, denk ik, een soort competitie voor eventueel vrijgekomen plaatsen in de tweede divisie. Maar ik weet niet helemaal zeker als men zich daar ook voor opgegeven heeft. Dus helemaal de moesje komt. Twee maanden geleden al zegt van als je dat wel of niet wil. En toen, ja. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Als het seizoen voorbij is, Harry, en je bent tweede geworden, kun je daar ook mee leven met die stand? Of is het dan toch een beetje teleurgesteld? Ja, zeker. Ik vind dat we... ik ben al 4 jaar bij Heverlam. De eerste jaar zijn we gepromoveerd. Het tweede jaar was een beetje met corona. Maar vorig jaar zijn we tweede geworden. Ook nog onderbroken door corona. En dit jaar doen we ook gewoon weer mee in top. Ik denk dat wij een van de... Ja, dus dat vind ik zelf een van de betere handballende ploegen zijn in de hoofdklas. En dat hebben we toch met elkaar naar bewerkstelligd. Dat ben ik best tevreden en trots op. Ja, jawel. Ja. Ja, goed. Heet heeft in mijn ogen een hele stabiele indruk gemaakt de afgelopen jaren. Vooral in de resultaten. Kijk, vanuit het spel kun jij dat natuurlijk het beste zien. Maar wij kijken met name naar de uitslagen en naar de stand natuurlijk. En dat was uitstekend. Heel stabiel. Altijd met de bovenste 3 meegedraaid. Ik denk ook dat je de gedoodverfde kampioen was voor dit jaar. Alleen Broedland heeft echt gepiekt dit jaar. En dat is de verdienste natuurlijk van die ploeg. Dat is zo. Broedland heeft hartstikke goed gedaan. Uitstekend. Ja. Ja. Dus ze hebben alleen van Pacelli nog verloren. Dus volgende week moeten ze daar dan heen. Nou, het is een beetje moeilijk te voorspellen, maar stel dat ze het verliezen, ja, dan staan ze nog 3 punten voor. Ja. Dus dan hoeven ze nog maar 1 punt te hebben. Dus, en ze moeten nog tegen Bentelo volgens mij en ook nog tegen Havel. Dus vooral die tegen Bentelo, die zullen ze nog van worden, denk ik. Ja. Dus voor ons is dat ook een probleem. We hebben echt een goed seizoen gedraaid met pieken en dalen. Mm-hmm. Ook met bezetting van het team. Toch wel wat blessures gehad door harde wedstrijden van tegenstanders. Hebben we als vereniging en als in ieder geval de selectie dames 1, 2 en ook de AIO's hebben we dat ontzettend goed opgevangen, vind ik. Dat vind ik wel een compliment ook naar de vereniging toe. Dus daar ben ik blij mee. Nou, hartstikke goed. We gaan het allemaal nog zien de komende weken. Mocht Broedland punten verspelen, dan kunnen ze de weken erop nog goed maken. Maar we blijven het volgen, Harry. En bedankt voor je tijd voor vandaag. En heel veel succes weer de komende weken. Doen we, ja, we houden de druk erop. Zo is het. Ja, dat doen we. We houden de druk erop. Dus, zo is het. Niet zomaar, dat is ook wel weer. Nee, precies. Komt helemaal goed. Oké, fijne zondag. Ja, zelfde nog. Oké, tot ziens.